Een meerderheid in de steden kan hem net vinden in de conclusie van de Noordelijke Rekkenkamer over de groen omkeerpen van de provincie. Er is bij grote bouw- en verkeersprojecten te volle groen voor een te hege prijs onkocht, vindt de Rekkenkamer. Het kritische rapport is juist de jong presenteerd onder steedsleden. Twee voorbeelden. Voor de onlis van de Centrale Aas had de provincie 90% te volle groen onkocht. Bij het orengrote Frieske verkeersproject, de Heerkom Ljouwert, laat het percentage zelfs op 94%. En zei de Rekkenkamer, er is ook nog eens 14 te volle betellen voor die groen. Men heeft in nogal wat gevallen pas na de onderhandelingen getaxeerd. Nou, les 1 is toch dat je moet taxeren voorafgaand aan de onderhandelingen. De hurre conclusie van de Rekkenkamer is dat de provincie geen duidelijke strategie had voor de omkeep van groen. Ambtenaren worden te min ongestuurd en krijgen volop de vrije hand bij de omkeep. Vooral de oppositiepartijen in de steden binnen schrokken van de uitkomst. De conclusie die mij het meest in tegenspringt direct, dat is dat er mijn groen enquête van alles gebeurd is zonder dat de politiek daar een aandeel in heeft. Er zijn toch een paar zaken bij mij in die wij nog net wisten. En dat heeft onder andere te maken met de taxaties die eigenlijk na de onderhandelingen pas opgesteld binnen. Ja, dat vind ik toch wel een hele kwalijke zaak. Ik denk dat de provinciale staten ook van hun kant uit eerder hadden kunnen bedenken dat aankoopstrategieën vaststellen en ambtenaren daarmee op pad sturen, dat dat beter was geweest. Dan naar de verantwoordelijk deputière, Johannes Kramer. Die is het net eens met de kritiek van de Rekkenkamer. Het zou juist beleerd Westhaven een soort groen want te kepen. Bijvoorbeeld de Centrale Aas, daar heb ik oren belangen als landbouw, natuur, recreatie en toerisme. Dan als je dat gebied ontwikkelen wil, je wil het mooier achterlaten dan dat je het ontroffen, dan heb je de groen voor nodig om steeds maar in dat gebied ruilen te kennen, ontwikkelen te kennen. Oké, maar dan de kritiek op de wijze van onderhandelingen. Daar ben ik net tevreden over. We binnen al dwaande maar een stel maatregelen om die beter te krijgen. We komen nog maar meer maatregelen. Maar we vinden dat er nog elke Rekkenkamer daar wel de vinger op het zere plak uit en dat loeken we zich om. En de meerderheid in de steden stiet achter de deputière. Ja, de strategie voor de omkeep van groen zal nog eens goed besjongen worden. En ook de prijzen die ervoor betalen binnen. Maar daar bloedt het voor eerst bij. Wij hebben gezegd hoe het naar ons orde had gemoeten. Als dan op een gegeven moment de conclusie niet wordt overgenomen door het college, maar wel de aanbevelingen, zijn we hier over het laatste blij.